Ja, leef de dag. En don't worry so much. En leef de dag. En leef je leven. Vind je dat hier niet gebeurt? Ik denk dat heel veel mensen leeft gericht met een agenda aan de toekomst. Zelf ik. Maar ik probeer mij elke dag gewoon ook elke dag te richten. In Panama wordt echt bij de dag geleefd. Daarom dat sociaal structuur werkt wel. En de economische structuur is afhankelijk van het kanaal. Omdat, ja, als je werkt van de dag, je agenda werkt niet. Je bent laat bij afspraak. Dat is super van, dat is onderdeel van Panama's aan de slechte kanten. Maar mensen leven van de dag. En die hebben gewoon energie. Vooral mensen die buiten de stad wonen. Die hebben ze niet de stress van de auto, de files en die, ja.